Aan het plein nummer 23 ligt het logement van Amsterdam. Nu is dat onderdeel van de Tweede Kamer. Waar vroeger Amsterdammers sliepen die het landsbestuur vertegenwoordigden. Dit gebouw was in de Tweede Wereldoorlog het onderkomen van Arthur Seyss Inquart, Rijkscommissaris van Nederland namens Nazi-Duitsland, zeg maar de hoogste Duitse bestuurder. Historicus Geraldine von Freitag van de Universiteit Utrecht vertelt over Seyss Inquart. Dit is het gebouw van het logement van Amsterdam. En in de Tweede Wereldoorlog was hier eigenlijk het kantoor van Arthur Seyss Inquart gevestigd. Wie is Seyss Inquart? Hij is de Rijkscommissaris van het bezette Nederlandse gebied. Hij is hier in mei 1940 is die geïnstalleerd, eigenlijk voorgedragen door Hitler zelf. En hij was de hoogste persoon van het Duitse bezettingsbestuur. Ja, wat was zijn taak dan precies? Nou, het Rijkscommissariaat is eigenlijk een toezichthoudend bestuur dat als het ware als een soort paraplu boven het Nederlandse ambtelijke apparaat werd gezet. En zou toezicht houden op hoe het hier in Nederland gaat. Hij kreeg wetgevende bevoegdheden, dus het was eigenlijk een koning en een wetgever in één. Dus hij was echt het onbegrensde macht in Nederland. Ja, hij was de baas in dit land. Ja, ja, ja. Maar geen militair? Nee, het was wel een SS'er. Dus als je hem in een uniform ziet met een pet op, dan is dat het SS-uniform waarschijnlijk. Maar hij had geen militaire rang in Nederland in ieder geval. En wat kun je nu nog zien aan dit gebouw dat hij er in de oorlog heeft gewoond? Nou ja, aan de voorkant zie je natuurlijk heel goed die verstevigde deur die door de Duitsers is aangelegd om Seyss Inquart te beschermen als die zou binnenkomen in het gebouw. En in het gebouw zelf is ook nog een Luftschutzraum, dus een schuilkelder aangelegd waar hij kon schuilen als er een aanval vanuit de lucht zou zijn geweest. Ja, en die deur is er nog steeds? Die deur is er nog steeds. Ja. En hierachter, wat toen de tuin was, stond een bunker. Dus dat is een extra verstevigde plek waar hij kon schuilen als er een luchtaanval zou plaatsvinden. Wat was zijn band met Hitler? Nou ja, hij is persoonlijk benoemd door Hitler en hij had ook persoonlijk verantwoording af te leggen ten aanzien van Hitler. Dus er was een direct lijntje tussen hem en Hitler. En hoe is hij aan zijn eind gekomen? Nou, hij is een van de 20 kopstukken van het nazi-regime die in Nuremberg na de oorlog zijn veroordeeld. Hij is ter dood veroordeeld, dus hij is opgehangen en dat was het einde. We zitten hier voor de Ridderzaal, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook een heel belangrijk gebouw voor Seyss Inquart. Ja, Seyss Inquart is hier geïnstalleerd eind mei 1940. Geïnstalleerd als Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. Die dag wordt ook wel Bruine Prinsjesdag genoemd. En bruin is de kleur van de nazi-beweging. Dus de uniformen van de nazi-beweging waren bruin. Dus vandaar de naam Bruine Prinsjesdag. En wat heeft hij toen bekendgemaakt hier? Wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft bekendgemaakt dat hij het gezag namens Hitler het gezag overneemt van de militairen, dus van de Weermacht in bezet Nederland. En dat hij hiermee de belangrijkste man is voor het Duitse regime in Nederland. En wie waren daarbij? Want het waren heel wat mensen die hier toen stonden. Ja, dat was eigenlijk de hele top van de Weermacht die in Nederland aanwezig was. Die had tot die tijd het bestuur hier vormgegeven. Er was bovendien ook een aantal nieuwe bestuurders die Seyss Inquart had meegenomen, Duitsers, dus hoge Duitse autoriteiten. En daarnaast zat er eigenlijk de top van het Nederlandse ambtenarenapparaat was ook aanwezig, dus de secretaris-generaal. En buiten ook nog veel militairen, hè? Ja, buiten stonden ook militairen te wachten. Ja, dat hoorde gewoon bij het hele vertoon. Ja.